gentlemen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is de allereerste keer dat ik daadwerkelijk een vlogcamera vast heb. En dat is ook no wannabe. Dit is super nieuw voor mij, dus ik hoop dat jullie daar een beetje rekening mee kunnen houden. Ik weet niet of de audio super goed is, dus dit is eigenlijk een soort van korte audio check. Maar het is ook een soort van welkomst in de vlog eigenlijk. Het is momenteel 11:30 s'nachts. Ik ga morgenochtend richting Frankrijk voor het Europese studentenkampioenschap powerliften. Het lijkt me leuk om een soort van weekvlog of iets op te nemen of wat dan ook. Dus bij deze dus. Ik neem jullie eigenlijk mee basically. En dinges. Let's go. Yes, ladies and gentlemen, dames en heren. Wij zijn op dit moment in het prachtige België. We zijn even gestopt bij het tankstation om even te tanken. Ik heb ook net geplast, zoals jullie weten. Ik ben aan het kutten, zeg maar, voor mijn wedstrijd. Dus vandaag moet ik 10 liter water drinken. Dus eens in zoveel tijd moet ook even een korte plaspauze gemaakt worden. Ja, het is ongeveer 5 uur rijden, basically, man. Dus ja, we zijn echt al 2,5 uur onderweg. Moet nog 2,5 uur. Ik dacht, ik geef jullie gewoon een kleine update tussendoor. Op het moment dat we in het hotel komen, zal ik dat ook filmen. Ik zie jullie zo meteen. And it's something that I hear my soul saying. So I'ma let it take me up off board. If you try to tell me something I didn't like, if you tell me it is. Yes, ladies and gentlemen. We zijn inmiddels eigenlijk al, wat is het? Een dag verder of wat dan ook. Ik denk, de laatste keer dat jullie me zagen waren volgens mij nog steeds onderweg. Ik was vergeten gisteren nog even een stukje op te nemen op het moment dat we aankwamen in het hotel. Ja, sorry daarvoor. Je merkt duidelijk dat ik nog relatief nieuw ben met betrekking tot het hele vlog gebeuren. Maar ik dacht, ik geef jullie even een korte roomtour. En ik neem jullie zometeen ook mee naar de venue. Want een van de mensen van het Nederlandse studententeam die moet vandaag competen. Dus ik neem jullie daar naartoe mee. Met de roomtour laten we even starten bij de badkamer. Zoals jullie zien, het is niet per se super bijzonder. Het is we zitten in een Ibis hotel. Dus it is what it is. Het is niet super bijzonder. Dit is het een beetje. Ik moet wel zeggen, voor een relatief budget hotel is het wel best schoon, vind ik. Het is best goed te doen. Je hebt nog een regendouche en dergelijke. Dan komen we aan bij de kamer. Het grappige is, by the way, dat wij eerst een kamer hadden met gewoon een tweepersoonsbed, maar gewoon aan elkaar vast. Dus dat was, wacht even, focus het een beetje gek. Maar eerst een tweepersoonskamer met gewoon een tweepersoonsbed. Maar we hebben toen nog even bij de balie gevraagd of wij nog een kamer zouden kunnen krijgen met gewoon twee aparte bedden, zoals je hier gewoon nu ziet. Dat is een stuk beter. Er zit ook nog een televisie in de kamer en dergelijke. De kamer is niet per se super groot. Het is geen VDV met tank vibe, zeg maar, met een jacuzzi bij en dergelijke, maar meer dan goed genoeg. Ik vind het niet erg dat ik hier de komende 3 tot 4 dagen aan het chillen ben. Maar zoals ik net al aangaf bij jullie, ik neem jullie ook mee naar de venue zometeen. Een van onze lifters die is aan het competen. Dat ga ik ook proberen te vloggen, ga ik ook proberen vast te leggen en dan zie ik jullie daar. Ik ben nu zelf ongeveer 2 dagen uit nu. Ik ben nog steeds bezig met het maken van gewicht. Je wilt niet weten hoe vaak ik deze fles leeg heb gedronken. Gisteren heb ik 10 liter water gedronken. Gewoon, als je zelf ooit een keer gewoon wat torture, probeer dat maar een keer. Probeer maar een keer 10 liter water te drinken. Ik moet trouwens in de lens kijken. Ik merk dat ik de hele tijd naar het scherm ernaast kijk, maar ik moet even in de lens kijken. Probeer maar een keer ooit 10 liter water te drinken, man. Ik denk niet dat iets is wat heel veel mensen graag zouden willen doen. Maar dat dus. We zijn nog steeds bezig met het halen van gewicht. Ik hou jullie daar sowieso over op de hoogte. Over 2 dagen competitie. Zometeen naar de venue. Ik neem jullie mee. Voor Rami Joe Ruiz. Amsterdam Universiteit. Maar ik denk dat niet zeggen. Wat heb je net gedaan? Bench. En hoe ging het? Prima. Je bent echt vast stijf. Maar nice. Netjes, ik vind het wel. Let's go. Yes, deze man die jullie hier zien, dat is de headcoach van de junioren en het studententeam van Nederland. Hij is eigenlijk basically continu naar het bord aan het kijken, berekening aan het maken, gewoon ervoor zorgen dat je competitie voortblijft. Als jullie heel goed kijken, zie je hem eigenlijk gewoon hoofdrekenen.
Yes, ladies and gentlemen, nog even een korte uitleg over hoe de lift gewoonlijk eigenlijk wordt gejudged, basically, voor de mensen die hier eigenlijk niet mee bekend zijn. Naast de cameraman zie je die man met die rode stropdas, dat is een referee. Daar heb je er nog twee van, maar die zitten rechts in beeld, dus die zie je niet. En wat meer richting mij heb je die drie mannetjes achter elkaar, dat zijn juryleden. De referees die beoordelen de lift eigenlijk, die geven wit of rood licht. En de juryleden die bekijken het vervolgens nog een keer. Is slow motion meestal ook om even te kijken of alles daadwerkelijk klopt. Dus die hebben dan vervolgens de final say. Je kan de juryleden basically vergelijken met de VAR, net als met voetbal. Deze persoon heeft alleen helaas niet aan lift gehaald, dus dat is relatief makkelijk te judgen. Dat was even een korte uitleg. Terug naar Reese. Ja, ja, maar je moet niet je knieën naar voren duwen, hè? Uitlokken. Oké, ja. Yes, ladies and gentlemen, we zijn nu weer terug in de hotelkamer. Ja, ik dacht, ik geef jullie even een kleine sneak peek van de venue. Ik was vandaag backstage. Ik had dus even geholpen bij het assisteren van Reese haar wedstrijd. Super tof, ze is tweede geworden. Medaille gepakt. Ik heb wel een beetje een taste kunnen krijgen van hoe en wat. Ik hoop dat ik zondag natuurlijk ook het een en het ander voor elkaar kan flansen. En jullie hebben wel wat gemist. We zijn in de tussentijd zijn wij richting de Lidl gegaan eigenlijk, omdat wij eten nog wilden gaan halen. We stonden daar om 8:55. Lidl zou pas om 8:30 sluiten. We komen aan. Die Franse vrouw die komt naar buiten, super boos. En die zegt, gons, ja, sorry, maar jullie komen niet meer binnen. We zijn gesloten. Ik vind dat zelf een beetje raar. Als je op de website en gewoon op je gebouw zelf hebt staan van, ja, we sluiten om 8:30. Hoe zou je dan om 8:30 opeens mensen, zeg maar, soort van de deur uithouden om dan te zeggen van, joh, jullie komen niet binnen of wat dan ook. Ik vond het zelf een beetje raar. But it's okay. Voor de rest hebben wij geen plannen voor vanavond. Ik had mij vanavond nog gewogen. Ik ben nu 107,8. Ik merk dat het gewicht nu langzamerhand begint te zakken. Dus over de tijdsbestek van nu en morgenavond verwacht ik wel langzamerhand van die 107 af te komen richting 160 gaan. Ik hou jullie daar sowieso ook een beetje op de hoogte over. Maar ja, dat eigenlijk. Yes, ladies and gentlemen. Goedemorgen. Ik ben hier in het Ozo, mooi en Nancy. Vanmorgen overigens ook ingewogen. Bodyweight is op dit moment 107. Ik merk dat we langzamerhand aan het zakken zijn nu. Zo'n one day out. Dus 107 kilo, dat moet zeker wel lukken. Dus ik hou daar ook op de hoogte over. Ik ga kijken of ik vandaag ook clips kan schieten op de venue zelf. Dat moet op zich ook wel lukken. Ik was gisteren natuurlijk backstage, dus ik kon toen even wat meer en wat andere dingen laten zien. Maar ik ga even kijken wat ik kan filmen. Ik hou jullie op de hoogte. Oh yeah, that's moving from Whitney. Kom op, alles! En omhoog! Voted for Marie for user record 175 kilos. Good guy, bro. Guys, guys. She's pacing well for first place. Oh my place. God, she's not. Come on, you've got to get this one. Give us a fight. Let's go, Marie. Ah! Ah! Oké, okay, dus basically vanaf dit punt was het zo dat de dames de top 3 eigenlijk bezet aan het houden waren. Hoe het er nu naar uitzag was het zo dat de nummer 1, 2 en 3 alle drie Nederlanders zouden zijn. Zowel Whitney, Marie José als Charlotte waren super goed bezig. Dus dat was wel heel tof om te zien. This one's for a 500 kg total. And for a record in deadlift in this federation. Alles! Come on! And she screams at the lookout. And it's yes! Yes!
and 2.5 kilo total. The silver medal goes to Ned Whitney with a 417.5 kilo total. And the 2024 Powerlifting University Cup champion in the 69 category with a well-rounded 500 kilo total is Vandal Marie-José. Let's go! Wilhelmus van Naas. Oké, ladies and gentlemen, dat was echt een insane wedstrijd. De top 3 werd gewoon gedomineerd basically door gewoon Nederlanders. Het blijft altijd wel ziek om te zien. Ik ben op dit moment buiten, want ik ben onderweg naar de Lidl. Ik ga namelijk even boodschappen doen voor morgen en voor vanavond eigenlijk. Ik laat jullie even zien wat je gewoonlijk meeneemt, zeg maar, als powerlifter. Ik moet zelf nog op gewicht komen, dus ik ga gewoon een beetje boodschappen doen daarvoor. Ik ga morgen waarschijnlijk nog een keer naar de Lidl om, zeg maar, eten te kopen voor wat ik op de wedstrijd zelf ga eten. Maar ik laat het zo meteen zien aan jullie. Oké, dit wordt basically mijn avondeten van vanavond. Ladies and gentlemen, boodschappen zijn gedaan. Ik dacht, ik laat jullie nog even exact zien wat het is dat ik heb gehaald. Ik heb het in de supermarkt natuurlijk ook even kort laten zien. Maar de boodschappen die ik heb gedaan voor het avondeten van vanavond. Super lekkere twee gangen maaltijd. Ik heb hier namelijk KitKats en M&M's, dat is waarmee ik ga avondeten. Ik hoor jullie denken van, what the fuck. Maar je moet natuurlijk niet vergeten dat ik op dit moment bezig ben met het halen van mijn gewicht. Dus ik heb, zeg maar, in gedachten gehouden dat ik dingen wil eten die in principe hoog zijn in calorieën. Dingen waar je gewoon veel suiker en energie uithaalt. Maar wat niet al te veel gewicht in mijn maag, zeg maar, gaat opbouwen. Ik heb gekeken, die zak M&M's is 300 gram. Ik heb deze niet eens volledig opgegeten. Ik heb maar de helft ervan opgegeten. En die KitKats op zichzelf wegen eigenlijk ook niks. Ik had niet al te veel ruimte qua mijn gewicht, dus ik kon het niet veroorloven om echt een serieuze maaltijd te eten. Dus dat is het eigenlijk. En voor morgen, dat ga ik ook filmen, dan maak ik eventueel nog een timelapse van als het moet, heb ik zuurtjes gehaald. De echte powerlifters onder ons, die weten al exact wat ik daarmee ga doen, maar ik ga het nog wel even uitleggen voor de mensen die niet bekend zijn met powerliften. Een van de technieken die je, zeg maar, kan proberen om op gewicht te komen, dat is het zuigen en speeksel aanmaken op, zeg maar, zure snoepjes en dat vervolgens uit te spugen. Ik heb volgens mij richting het Nederlands kampioenschap junioren, heb ik op die manier binnen, wat zal het zijn, binnen 2 uur tijd heb ik volgens mij een hele kilo gewoon van mijn gewicht af kunnen halen. Dus dat is zeker wel een techniek die 100% werkt. Dat zijn de boodschappen die ik net heb gedaan. Het kan heel goed zijn dat morgen, voordat ik richting de venue ga, dat ik nog eventjes andere boodschappen doe. Of dat ik andere dingen haal die ik gewoon tijdens mijn wedstrijd wil eten en dergelijke. Maar ik ga nu richting de weegschaal in de lobby. Ik ga mezelf daar wegen en ik neem jullie mee. Hoi, dat is Moeral. Oké, yes, dames en heren, ik heb mezelf net gewogen. 106 op de weegschaal dus. De waterlood en alles, het heeft gewerkt, man. We zijn er basically al. Ik denk dat ik over deze avond ongeveer 500 gram nog kan verliezen. Qua gewicht. 500 gram gok ik nog dat er afgaat. En dan is er morgen nog een kwestie van een klein beetje tuffen. Tuffen was, zeg maar, dat sabbel op die zure snoepjes en dan spugen. Dus, we zijn er, man. We zijn er. Voordat ik deze dag afsluit, hè, is de volgende keer dat ik jullie zie, dan is het competitiedag. Dat is morgen. Is misschien leuk om even kort mijn bevindingen, niet per se bevindingen, maar gewoon mijn goals en gewoon wat ik verwacht van morgen met jullie te delen. Ik heb een best wel goede prep gehad, dus ik verwacht op zich wel morgen een goede meet te draaien. Het is wel zo dat de vorige keer dat ik een internationale meet heb gedraaid, is het helaas niet helemaal gegaan zoals ik wilde dat het ging. Ik hoop het eigenlijk nu in deze meet ook wel goed te maken. Ik zit zelf te aimen op die 800 totaal. Het liefst natuurlijk een klein stukje erboven. Maar maakt niet uit hoe of wat. We gaan gewoon zo ons best doen morgen. We gaan gewoon kijken wat erin zit. Maar het zou super mooi zijn als we met meerdere medailles naar huis kunnen gaan. Dat zou ik wel hard vinden. Als je tot zo lang in de vlog hebt gekeken, super bedankt daarvoor. Is de volgende keer dat ik jullie zie, dat is morgen onderweg naar de venue waarschijnlijk. Of misschien nog ergens anders. Guys, ik ga slapen. Ciao.
Yes, what is up, ladies and gentlemen. Het is de ochtend van mijn competitie. Ik voel me goed, man. Ik voel me sterk. Ik voel me oké. Ondanks het feit dat ik de laatste paar dagen niet zo heel veel gegeten heb om dus op gewicht te komen. Ik ga zo naar de weegschaal, maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst nog even een beetje tuffen. Ik heb met jullie meerdere keren gesproken over waarom ik die zuurtjes heb gehaald. Zoals bijvoorbeeld gisteren ook. En ik ga zo meteen even laten zien hoe dat dan in zijn werk gaat. Ik heb hier twee zakken aan gewoon zuurtjes. Ik heb expres een halve liter cup van de Burger King, waar we een paar dagen geleden zijn wezen eten, heb ik bewaard. Omdat ik die dan kan vullen met spuug, basically. Het is mijn bedoeling om, voordat ik dus nu naar de weegschaal loop beneden in de lobby, dat ik nog eventjes zal kijken of ik een halve kilo kan droppen in spuug. Ik maak over het algemeen best wel veel speeksel aan, dus dat moet niet heel lastig zijn. Ik laat jullie even zien hoe dat gewoonlijk in zijn werk gaat. Hoi, ladies and gentlemen, basically dus, hoe het te werk gaat met hier, het zijn zuurtjes. Die open je, je douwt je hele mond vol. Op deze manier. En dan ga je steeksel aanmaken. En dat steeksel spoeg ik zo meteen uit in de weken. Oké, dit is dus alleen voor de geïnteresseerden, voor de mensen die het niet een beetje vies vinden. Ik adviseer jullie om nu weg te kijken. Wij zijn ongeveer een uur verder nu. Het is een beetje vies, maar ik heb zeg maar dit hele halve liter Burger King bekertje nu al vol getuft. Dus dat is gewoon een, bijna een halve kilo wat er nu af is. Ik heb warm gedoucht ook vanochtend, dus ik ben benieuwd waar we gaan inwegen. Als ik een schatting moet maken, ik verwacht dat ik rond de 105,2, 105,3 zit op dit moment. Ik ga nu naar de weegschaal en ik geef jullie dan een update. Oké, guys, ik kom dus net terug van de weegschaal. En ja, 105,19. Dus basically ben ik al, ik moet nog 190 gram verliezen. Ik verwacht dat ik binnen een uur en een uur waarschijnlijk nog wel één keertje een klein stukje moet plassen of zo. Ik kan eventueel ook nog een klein stukje spugen, mocht ik dat willen. Maar ja, dat dus. Ik ben dus in 6 dagen tijd 5 kilo verloren. Deels is dat omdat ik nu in deze laatste 24 uur het een en het ander heb gedaan om gewoon wat binnen te wegen. Maar het algemeen, die waterlood heeft ook zijn ding gedaan. Ja, super ziek, man. Echt insane gewoon. Jongens, ik ga even verder. Ik ga even kijken of ik deze laatste 190 gram even kan verliezen. En ik zie jullie waarschijnlijk weer als we onderweg zijn naar de venue. Yes, ladies and gentlemen. Ik moest toch net even ergens aan denken. Ik denk niet dat ik deze camera meeneem naar de venue. Het gaat ook niet nodig zijn. Op de venue zelf heb je namelijk mensen die gewoon de content schieten. Dat kan je dan achteraf kopen. Had ik vorig jaar ook gedaan. En ik denk dat ik dat ga gebruiken in de YouTube video. Dus al mijn attempts en dergelijke, dat ga ik gewoon daarvan aanhalen. Het is deels ook om het feit dat ik me op die manier gewoon beter kan focussen. Het is een beetje lastig om benoemenswaardige content op te nemen. En tegelijkertijd ook gewoon goed voor te bereiden op lifts. Dus mijn camera laat ik in de hotelkamer. Eerst volgende keer dat ik deze open doe, heb ik mijn competitie gehad. Dus guys, ik spreek jullie vanavond. Yes, ladies and gentlemen. Zoals jullie zien, ik ben op dit moment niet thuis. Ik ben net klaar met werken, maar het leek me toch nog wel even leuk om een stukje op te nemen. Zodat ik een beetje kan commentaten en gewoon kan aangeven wat ik dacht tijdens de wedstrijd. Hoe het ervoor stond en dergelijke. Dus bij deze, jullie zullen mijn stem eventjes onder de video doorhoren, onder de beelden doorhoren en dergelijke. We starten gelijk bij het begin, de squats. Ik had geopend met 270. Ik had het ook gedaan bij mijn vorige competitie. 270 is langzamerhand wel een gewicht waar ik gewoon wel comfortable mee aan het worden ben. Het is iets waarmee ik gewoon wel durfde te openen, dus dat heb ik toen ook gedaan. Ik voelde eigenlijk bij het uitbreken direct al van, dit zit wel goed, man. Ik denk dat de meeste mensen die ook powerliften, die kunnen hierover meepraten. Over het algemeen, met squats, als je sterk uitrekt, dan kan je een soort van al een indicatie hebben van hoe de lift gaat verlopen, man. Want je voelt gewoon of het wel of niet goed zit. En ik voelde gewoon dat het dus wel goed zat. Sterke uitrek dus. Squat bewoog ook onwijs snel, zoals jullie nu ook zien op de beelden. Goede brace, ik ging naar beneden en ik kwam gelijk omhoog met onwijs veel snelheid. Ik was er super tevreden over. Ik hoefde eigenlijk ook niet eens te kijken naar de lichten of wat dan ook. Waar ik dan wel verrast over was, want ik had verwacht dat ik gewoon 3 keer wit zou krijgen, is dat de referee aan de linkerkant volgens mij, die had mij rood gegeven voor diepte. Ik voelde bijna gewoon een WK 2.0 opkomen. Voor de mensen die het niet wisten, toen ik meedeed aan het WK, werd ik de hele tijd voor dept gecalled tijdens mijn squats. Maar dat was gelukkig voldoende.
Het werd niet geoverruled of wat dan ook. Tweede attempt, 2.85, een jump van 15 kilo dus. I was just feeling myself, Piotr was er ook gewoon tevreden mee. Dus we durfden die stap gewoon wel te zetten en het was duidelijk ook gewoon de right call. Ik ben gewoon met vertrouwen richting de bar gelopen. Ik voelde me gewoon lekker. Alles bewoog gewoon top, tip top. Zoals jullie zien, nogmaals, een hele snelle squat. Was gelijk bovenin ook krachtig gelokt, basically, om het even zo te noemen. Het was een goede squat, man. Het was zeer zeker een goede squat. Toen, vervolgens, voor mijn derde attempt, ik liep terug naar achter. En Piotr, het eerste wat Piotr tegen mij zei, was 2.95. En het is niet een hele rare call als je basically kijkt naar mijn tweede attempt. 2.95 zou gewoon een hele normale call zijn. Maar op een of andere reden, I wasn't feeling it of zo, man. Ik denk dat het deels mentaal is en deels ook gewoon dat ik nog steeds, ondanks het feit dat ik al een tijdje bezig ben, aan het uitvogelen ben wat de beste stappen zijn voor mij tijdens competities. Wat gewoon de beste jumps zijn. Dus ja, 2.95 voelde ik niet helemaal. Ik zeg tegen Piotr, we doen 2.92,5. Dus we hadden 2.92,5 doorgegeven voor mijn derde attempt. Aangekomen bij mijn derde attempt, ik voelde me nog steeds oké. Ik was volgens mij Joey AK aan het blazen door mijn headset heen. Het was tijd om te shinen, man. Ik ben vervolgens richting de bar gelopen. Alles voelde goed, ook het re-racken. Maar iets wat mij opviel, is dat ik een stuk smaller ging staan dan bij mijn vorige attempts. Dat kan je ook terugzien op de video. Mijn stance was heel anders, het was raar. En ik denk dat dat het begin is van waar alles fout is gegaan. Ik ben naar beneden gezakt, gecontroleerd, maar beneden verloor ik opeens spanning, man. Het ging niet helemaal goed. Dus ik had helaas mijn derde squat gefaald. Teruggelopen, zei Piotr eigenlijk ook hetzelfde. Die dacht ook hetzelfde als wat ik dacht. Dus dat is gewoon dat ik onderin spanning was verloren. Helaas, maar dan nog steeds gewoon een mooie squat neergezet. On to the next, en dat is namelijk benchpress. Benchpress is over het algemeen een onderdeel waar ik me nooit al te veel druk over maak. Benchpress is gewoonlijk wel ja, iets waar ik gewoon relatief goed in ben. Dus ja, ik weet niet. Ik voelde me best oké erover. Ik was geopend met 1.82,5. Alles ging super goed. Bewoog ook lekker. Ja, prima bench. Ik merkte wel dat de pass commando relatief lang was. Dat zien jullie misschien nu ook terug op de video. Ik moest best wel lang wachten tot ik weer omhoog kon. Dus dat is wel iets waar ik nog gelijk rekening mee houden bij mijn tweede attempt. We waren gelijk gegaan voor het Europese studenten benchpress record. Dus voor mijn tweede attempt had ik 1.89 kilo opgegeven volgens mij. Ja, 189 kilo. Maakte ik me ook niet zo heel druk over. Ik heb in training relatief vaak al 190 kilo gebenchpressed. Dus 190 kilo benchpress is niet per se iets nieuws voor mij. Maar dan nog steeds, ja, onder wedstrijdregels en dergelijke kan het altijd nog wel uitdagend zijn. Voornamelijk nu dat ik wist dat de ref lange pauzes doorgaf. In ieder geval, 89,5 gebenched bewoog ook goed. Vanaf dat moment hielden wij dus heel eventjes voor een paar minuten het studentenrecord. Op benchpress. Helaas kwam vervolgens iemand anders na mij en die heeft het toen van me afgenomen. Het was toen weer mijn bedoeling om dat weer terug te nemen met mijn derde attempt, 190,5. Alleen ik had helaas tijdens het omhoog drukken een klein stukje downward movement. Voor de mensen die niet echt bekend zijn met powerliften, de bar moet in een geleidelijke beweging omhoog gaan. En het mag geen neerwaartse beweging maken. Vanaf dat moment telt de lift dus niet. En bij mij deed het dat helaas dus. Mijn benchpress was afgekeurd, dus 190,5 telde niet. En ik, ja, jammer, ik had het benchpressrecord niet meer. Maar we gaan aan to the next, deadlifts. Ja, deadlifts is basically een onderdeel waar je all out kan gaan. Je zit nu gewoon op het laatste deel van je wedstrijd. Het is nu echt tijd om te shinen, het is nu of nooit. Volgens mij was ik op dit moment nog steeds tweede. Ik ging nek aan nek met de mensen om me heen. Dus het was wel tijd om gewoon echt te showen wat je kan, want... Als ik nu fouten ging maken, dan kon ik bijvoorbeeld gewoon van het podium afbelanden. Als ik het goed deed, dan kon ik gewoon mijn plek op het podium behouden. Dus, ik was geopend met 305 kilo. Dat is tot nu toe mijn allerhoogste opener ooit geweest. De warming-ups van mijn deadlift gingen gewoon super goed, dus ik durfde dat ook gewoon aan. Als jullie nu terugzien op de video, ik heb nog nooit 305 met dat soort snelheid bewogen. Ik was onwijs rap, super blij mee. Ja, ik wist gewoon dat het ook een goede lift was. Ik had niks raars gedaan, dus ik ben eigenlijk ook gewoon direct gewoon van het podium afgelopen. Achterin, tweede call. Piotr zei dat 3.17,5 het meest tactische was om te doen. Ik ben daar gewoon in meegegaan. Ik denk dat 3.20 er ook in had gezeten, maar we zijn gewoon voor 3.17,5 gegaan. Goede lift nogmaals, bewoog ook super goed zoals jullie zien. De snelheid was daar. Ik ben sowieso altijd relatief snel van de grond af. De lockout is eigenlijk het enige part bij mij wat soms afremt. Is ook relatief begrijpelijk als je kijkt naar mijn leverages, als je kijkt naar de manier waarop ik lift. Ik zeg altijd dat het ultra conventional is, want tussen mijn voeten zitten soms maar
Een paar centimeter of wat dan ook, ze staat relatief smal. Was goed bewogen, het was nu tijd voor de laatste 30, 3:22,5. Op mijn vorige competitie was ik deze ook gefaald. Dat was op hinge. Ik had een klein beetje de bar toen over mijn benen heen laten schrokken eigenlijk, om het even zo te zeggen. Over mijn benen heen laten, hoe zeg ik dat goed? Ik weet niet exact hoe ik dat moet uitleggen. Deze keer was de kracht er wel. Ik had het volledig gelokt zonder rare bewegingen te maken of wat dan ook. Maar zoals jullie zien op de video, mijn grip heeft me echt gefokt, man. Jammer. Helaas jammer, maar ik was over het algemeen wel blij dat het überhaupt omhoog bewoog en ook de manier waarop het omhoog bewoog. Dus ik heb een hele goede wedstrijd gedraaid en we hebben uiteindelijk de derde plek weten te bemachtigen. Brons overal dus en op benchpress had ik dus nog zilver gepakt. Ik heb een lange tijd niet zo'n goede meet gedraaid. Ik was super tevreden met de resultaten hiervan. En de next stop is waarschijnlijk het wereldkampioenschap studenten, man, in juli. Ik heb als het goed is in Frankrijk ook nog een stukje opgenomen, dus ik denk dat ik dat hier na ga zetten. Het kan zijn dat deze hele vlog een beetje shaky wakey is of wat dan ook. Dit is de eerste keer dat ik zelf vlog, dus jullie moeten er gewoon nog even een beetje aan wennen. Maar sowieso voor iedereen die tot nu toe nog steeds kijkt, super bedankt voor het kijken. En terug naar Colin uit Frankrijk. De status. Jullie horen het. Guys, ik ben derde geworden, man. Ik ben eigenlijk relatief blij met deze performance, man. Ik denk dat we het niet altijd verkeerd hebben gedaan. Het is natuurlijk balen dat ik die laatste squat had gemist en die laatste deadlift op grip. Maar ja, over het algemeen, ja, ik heb echt een stuk op mijn total record gezet, man. Dus ik ben hier super blij mee. Laat het nog even bezinken, man. Ik zeg je eerlijk. Dit is echt een lange tijd dat ik een relatief goede competitie heb gedraaid. Dus ik ben hier oprecht wel blij mee. Ja bro, ik heb op dit moment zoveel cafeïne in mijn systeem dat ik echt zoiets heb van hoe de fuck ga ik slapen, maar dat maakt niet uit. Ik ga nu richting het banket. Eventueel spreek ik jullie vanavond nog en anders zie ik jullie morgen.